Een hele goede morgen. Welkom bij nieuwe Ups & Down. Vanochtend was het vrij frisjes. Ik heb voor het eerst sinds de zomer de verwarming aangezet. Dat is uniek. Het was hier continu iedere keer 22, 23 graden. Was niet nodig. Dus ja. En nou was het wel nodig. Nou, heel eventjes de tablet aan het kijken. Want hij is een beetje, ja, ik weet niet, over de zeik of zo. En Liam die ligt lekker in de box. Hé jongen. Ik ga eventjes aardbeidjes schoonmaken. Wij zouden eigenlijk altijd zoals normaal op maandag naar de logopedie gaan. Maar helaas heeft de logopediste verkoudheidsklachten en heeft ze een coronatest moeten doen. Krijg ze in de loop van vandaag, krijg ze daar de uitslag van. Maar de verwachting is dat ze, ja, dat ze gewoon verkouden is. Alleen ja, dat weet je natuurlijk niet zonder die test. Dus ja, dat is zoals we het dan nu hebben. Maar we gaan wel even video bellen en eventjes de stoel laten zien van Jordi. En eventjes aardbeidjes eten. Kijken wat hij ermee doet. Dus ik ga eventjes aardbeidjes schoonmaken. Zorgen dat het allemaal klaar staat. En dat Jordi daar lekker kan smullen. Nou, wij zitten er klaar voor. We hebben aardbeidjes. En dan gaan we wachten op de logopediste. Hé jongen. Jordi is nog wel eventjes een filmpje aan het kijken. Zodat hij niet te lang hoeft te wachten. Hè? Dan wordt het wachten wat makkelijker voor jou, hè? Ja. Ja. Jordi ligt op bed. Liam die is nog wakker. Die had even wat langer geslapen. En die zit nou eventjes in zijn loopwagen eventjes de boel te verkennen. Ja, we hebben dan de logo gesproken en aardbeidjes meegegeten en zo. En ja, dus eigenlijk ben ik druk bezig geweest nog met Jordi, want die had weer een poepaanval, net ook weer. Dus, maar ja, in ieder geval, hij slaapt nu. Liam die is nog lekker aan het klooien hier. En ik ga zo dadelijk even een boterhammetje eten. Kijken of Liam ook iets wil. En dan gaan we weer door hier. Nou sliep hij bijna. Ik heb hem nu weer rustig, maar ik moet zijn luier gaan doen. Dat gaat hij niet tof vinden. Dus ik ga de tablet vast aanzetten, zodat hij daarna kan kijken. Kan ik zijn luier doen en daarna gelijk Ranje in zijn mond houden. Ik denk dat ik dat ga doen. Kijken of het werkt. Toppie, het is gelukt. Oh yes. Dan ga ik nu even uploaden, zodat de video op tijd online kan komen te staan. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer gevlogd. Ik weet niet wat ik nog wel heb gevlogd. Jordi had gisteren heel veel buikpijn. In ieder geval, zijn kontje is rood. Dus ik denk dat hij daar last van heeft, maar dat is even afwachten. Want ik zei ook al tegen Niels, ik zeg ja. Ik zeg als daadwerkelijk er een ontsteking zit, dan is het niet zeg maar van vandaag heeft hij er last van, morgen weer geen last van. Ik zeg dus dat is even een paar dagen aankijken. Maar hij is wakker geworden zonder gezeur. En op dit moment gaat het wel goed, denk ik. Dus ja,
Vanochtend komt wel de fysio. Ze zijn hiervoor, zijn ze nou kabels aan het leggen. Dus ja, ik weet niet wat ik vandaag kan filmen of hoe en wat. Wat qua geluid. Dus als jullie extra veel herrie en alles horen, ja, dan komt dat daardoor. Dus maar ja, in ieder geval zijn flesjes bijna op. Dan kan ik Liam zijn flesje gaan maken en Liam naar beneden halen. En dan gaat de dinsdag weer beginnen. Jordi is weer bij de voordeur aan het wachten op de fysio. Nee, ik denk dat hij gewoon die mat heel interessant vindt. Om alles te voelen en te doen. Joep, weg daar. Ah ja, hè. Als je daar gelukkig van wordt. Ben je aan het doen, Jordi? Ik denk dat het een gangspeler wordt. En deze kleine boef is hier aan het etteren. Ben je het doen? Liam? Ben je hem aan het doen? Hallo? Hehehehehe. Ze liggen te slapen. En ze zijn herrie aan het maken. Ik ben ondertussen de televisie op pauze aan het zetten, want ik ben zelf ook even aan het liggen. Ding werkt niet, maar goed. In ieder geval... straks had Jordi weer heel veel buikpijn. En toen veegde ik zijn kont af en toen zag ik iets geligs, leek op pus. En ik heb dus het ziekenhuis gebeld. En als goed schrok vandaag door de dienstdoende chirurg teruggebeld. Ga ik even vanuit. Ik vertrouw het niet. Ook niet omdat hij de laatste keer toen hij die botox-injecties heeft gehad, toen bleek dat hij daar een ontsteking had zitten. Dus ja, het is een beetje, ik weet niet goed wat ik ermee aan moet, want hij laat wel echt zien op dat plekje dat hij ook echt last heeft. Joef, dus normaal. Ja, ze vindt het maar eng, al die geluiden. Dus ze is continu aan het, ja, in ieder geval ze is op dat. En ze liggen nu dus te slapen. En ik ga even wachten tot ze wakker worden. Ik hoop dat Jordi rustig wakker wordt. Met minder buikpijn. Maar ja. Dat is de vraag. Ach ja. We gaan het gewoon heel eventjes afwachten hoe dat het loopt. Jordi is inmiddels wakker. Hoi. Hallo. Ja. Oh. Ja. Ik heb ook de chirurg gesproken. Als het goed is, moeten we donderdag heel even langskomen. Maar ze gaan wel al starten met een antibioticumkuurtje. Om, ja, als die ontsteking daar toch zit, dat we er gelijk iets mee kunnen doen. Dus, ja. Dan gaan we dat zo doen, toch? Ik heb iets besteld. Jordi die bijt namelijk op alles wat los en vast zit. Dus ik heb bijtkettingen aangeschaft. Nou ga ik die heel eventjes uit elkaar halen. Want het zit namelijk zo. Deze moet je even schoonmaken. En ik wil niet dat dat koordje ook nat wordt. Deze bijtkettingen die komen van bijtketting.nl. En in principe waren ze, ja, ik heb ze duurder gezien, laat ik het zo zeggen. Maar deze waren op zich heel goed te doen. En vooral om te leren aan Jordi. Zodat hij in ieder geval zijn bijtbehoefte kwijtraakt. Of hoe je het ook wil noemen. Ja, dus dat. Ik heb twee soorten. Bij allebei zat de ketting dus aan. Maar die heb ik er nu dus even bij beide afgehaald. Ik heb er zo eentje besteld. En ik heb er eentje met een draak besteld. En op de achterkant bij die draak zitten allemaal puntjes. Dus dat is ook nog eens een sensatie.
Ondertussen zit Liam hier aandachtig mee te kijken. En het mooie is, je krijgt hier ook zo'n mooi briefje bij, dat je de bijtketting kan wassen voor het eerste gebruik en dat je dat regelmatig mag doen. Schoonmaken kan in de vaatwasser zonder koord. Mijn flessen, mijn bijtkettingen, dat komt allemaal niet in de vaatwasser, want daar gaat een smaakje aan zitten. Heb ik altijd als idee. Dus ik doe het of met de hand, met een sopje, wat zoals hier staat. Of je legt hem 3 minuten in kokend water. Nou doe ik dat sowieso voor de eerste keer, doe ik dat sowieso. Even kijken. Knip het koord op de gewenste lengte en leg er nieuwe knoopjes in. Verleng de levensduur van het koord. Breek de sluiting open in plaats van hem open te trekken. Ah, oké. Okay. Dus dat is wel handig. Ah, dan kun je hem zo langer en korter maken. Dat is wel handig. Dat is heel handig. Hè, Lili? Dat is heel handig, hè? Ja. En ze kwamen in deze zakjes. Ik ben niet hiermee gesponsord. Ik heb dit zelf gekocht. Ik was voor, even kijken, 2 bijtkettingen. Een extra ketting voor reserve. En dit bakje was ik iets van 28 of 29 euro kwijt. Dus dat valt op zich nog wel mee. Afgezien natuurlijk wat te duur is. Ik weet het allemaal nog niet. Dat moet ik allemaal eventjes gaan ondervinden. Hij is niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar. Maar de logopedist heeft het wel aangeraden voor Jordi. Omdat Jordi gewoon echt op alles bijt wat hij tegenkomt. En dat is niet de bedoeling. Dus ik heb het dus bij bijketting.nl besteld. En hij is 100% food graded silicone. Vrij van schadelijke stoffen. Voorkom nagelbijten, kledingbijten en overprikkeling. Dus ja, dat is iets waar wij dus helemaal voor zijn. Dus ik ga deze even uitkopen. En dan de ketting op maat maken voor Jordi. En ja, ik heb dus deze er ook bij besteld. Want dan kan ik hem ook gewoon in de tas en alles meenemen voor Jordi. Zodat het allemaal schoon blijft natuurlijk. Dus ja. Dat gaan we even doen. Ik heb straks samen met Jordi gegeten. Of in ieder geval ik niet, maar Jordi wel. En Jordi heeft zelf gegeten. Dus dat is weer een overwinning, hè. Niels die moest eventjes medicijntjes ophalen voor Jordi en wat dingetjes voor Joef bij de dierenwinkel. Heeft hij gedaan. Daarna is hij thuisgekomen, heeft hij Liam eten gegeven. Kon ik eten gaan koken. En wat heb ik gemaakt? Ik heb kapsalon gemaakt. Oh, hier is trouwens Jordi en papa. Hallo. Dag lekker ding. Oh. Nee, hij is afwezig. Maar ik heb dus kapsalon gemaakt. Ik maak dat lekker op mijn eigen manier. Ik heb eerst aardappelschijfjes. Daarna shawarma vlees. Chilisaus. Knoflooksaus. En daarna kaas erbovenop. En dit heb ik gesmolten. En daar gaat nu salade overheen. En dan ziet het er uiteindelijk zo uit. Ik ga het even opscheppen voor mij en Niels. Nou, dit is Niels' bord. Mijn bord ga ik nu opscheppen. Dus die kan alvast lekker eten. Een hele goede morgen. Deze grote vent. Die had een beetje veel geplast. Dus die heb ik heel even uitgekleed. En ik leek zo weer even om. Maar eerst even lekker een flesje. Want hij moet dadelijk ook weer antibiotica. Dus dan, En dan vraag jij je af, waarom doe je de antibiotica niet in zijn fles? Nou, hij krijgt al antibiotica in zijn fles, de onderhoudskuur. En deze mag niet tegelijk gegeven worden. Dus in ieder geval dat dus. Gisteren was het ook geen ruzie. Gisteren heeft hij ook gewoon netjes van een lepel afgegeten. Gisteravond had hij wat moeite met in slaap komen. En hij heeft ook een beetje gejammerd gisteravond. En ik ben een paar keer naar boven gemoeten. En Niels ook. Maar ja,
In ieder geval, nou dat dus. Ik ben ook een beetje nog moe. Best wel slecht geslapen ook. Omdat ik mijn eigen zorgen maak. Ik heb ook besloten dat er vandaag geen ups en downs online komt. Ik heb gewoon geen tijd gehad om te editen. Want ja, ik heb ook nog mijn huishouden tussendoor natuurlijk. En als ik dan ja, op zo'n dag ook nog Jordi erbij heb. En ja, dat wordt gewoon allemaal evenveel. Dus vandaar dat ik had besloten om hem niet online te doen. Is hij momenteel gewoon rustig. En lekker in zijn sas op dit moment. Nou ja, lekker in zijn sas. Hij heeft er wel last van hoor. Net ook met luier verschonen. Hij had een beetje gepoept. Ik moet dat dan schoonmaken. En dan trekt hij ook echt zo van... ik vind het niet zo heel prettig. Dus, maar ja. In ieder geval, we gaan het afwachten. En, ja. Nu eerst een flesje even doen. Zo dadelijk even aankleden. En dan even antibiotica geven nog. En dan, Trouwens, ik denk dat ik antibiotica bij zijn fruit geef. Maar in ieder geval, hè, hij krijgt antibiotica. Maar ja, dat dus. Ik ben gewoon ook ben echt moe ook. Maar ja, in ieder geval, laat de woensdag beginnen. Heel eventjes tussenuit. Ik moet nog even paracetamol halen voor Jordi. Jordi krijgt altijd vloeibare paracetamol. Dus die ga ik heel even gauw halen bij de kruidvat met kindjes. Dan zijn we er even uit. Eventjes een beetje een frisse neus halen. Dan dat is altijd goed natuurlijk. Eventjes de kinderwagen uit de auto pakken. En dan Jordi klaarmaken, Liam klaarmaken. En dan even op pad. Ik heb vandaag niet meer gefilmd. Ik had gewoon een beetje de behoefte niet meer. Ook omdat Jordi zoveel last had. Ja, dat wil je gewoon als ouder niet zien. Dat is gewoon zo. Ook de antibiotica krijg ik er nu niet echt in. Dus ik heb... ja. Je moet het op een bepaalde manier doen dat je eigenlijk niet echt wil. Maar ja, in ieder geval... Jordi had vandaag best wel veel last. Ja, dan heeft het ook eigenlijk niet zoveel zin om verder te filmen. En zoals jullie zien, ik heb er ook een beetje moeite mee. Niels heeft er ook wel moeite mee hoor. Want je ziet je kind echt gewoon pijn lijden. En je kan gewoon eigenlijk niet zo heel veel doen. Maar ja, morgenochtend om 8:30 hebben we een afspraak in het Radboud. En dan gaan ze kijken wat ze kunnen doen. Jullie denken waarschijnlijk wat bij te gaan doen. Nou, Joef, die had een knuffeltje gekregen. Met een piepertje erin. En madame heeft hem precies op de naad weten te scheuren. Of ja, los te krijgen. Dus ik ben het even chirurgisch aan het dichtnaaien. Gewoon op mijn eigen manier. Kijken hoe lang ze het volhoudt. En ja, nou, dat ben ik dus aan het doen. Het is gewoon lastig, dit. Het is niet, ja niet dit. Dit doe ik gewoon even. Gewoon even. Waarvan ik denk van, nou, dat blijft heel eventjes nog zitten. Is iets langer plezier van het beestje. Maar, ja. Je kind zo zien is gewoon echt niet leuk. Echt niet tof. Hij heeft gewoon heel veel pijn. Ja, dat doet gewoon wel met je als ouder zijnde. Dat is gewoon zo. En het is niet zo dat... ja, zoals bijvoorbeeld de antibiotica geven. Je doet het voor zijn eigen bestwil. Maar ja, als je hem dan ziet zo... Dat hij het vies vindt. En het nadeel is... Hij kan die antibiotica niet in melk hebben. Dan zal hij het natuurlijk in zijn fles gekregen. Daar heeft hij ook al een ander antibioticum in zitten... Ja, hè. Je kan niet alles tegelijk geven, dus daar moet je ook rekening mee houden. En, Joef is trouwens even weg met Niels, die is even een rondje lopen. Dan kan ik even dit ding gewoon dicht stikken. Volgens mij zit hij heel aardig dicht, ik ben benieuwd.
hoe lang dat ze het volhoudt ermee. Maar ja, het is gewoon niet niks zoiets. Dat is gewoon een feit. Inmiddels ben ik weer thuis en heb ik net even de kinderen fruit gegeven. Joef, hou eens op. En zitten ze nu even samen een filmpje te kijken. En dan, Jordi die was in slaap gevallen, dus die zal wel later naar bed toe gaan. En Liam die zet ik daar even zijn loopwagen, dan kan hij even zijn ei kwijt. Want die zit echt... Ja, gewoon helemaal van, ik wil bewegen. Dus dan ga ik dat dadelijk even doen. En dan ga ik hier eventjes opruimen, want gisteren heb ik niet zoveel gedaan. In verband ook met Jordi, met geschreeuw en alles. Maar ja. Ik ga straks even uitleggen hoe en wat, als Niels thuis is. En vanavond doe ik dat heel eventjes. Want we moeten straks ook nog heel eventjes naar een verjaardag. De peettante van Jordi is vandaag jarig. En mijn moeder is vandaag jarig. Maar die gaan we vandaag niet zien. Die doen we morgen zien. Want morgen gaan de kindjes een weekendje naar mijn ouders toe. En ja, ik durf dat aan. Ik heb het ook met de chirurg en alles erover gehad. Het kan gewoon. Dus gaan we dat doen. Waarom we ze naar mijn ouders doen. We hebben niet iets specifieks of zo gepland staan. Maar ja, er moeten bepaalde dingen in huis gebeuren. Voordat we überhaupt kunnen gaan verbouwen. En daar ga ik mee aan de slag. Ook kleedjes uitzoeken enzovoorts voor Liam. Dat soort dingen allemaal. Maar goed, ik ga heel eventjes mijn eigen verder bekommeren om de kindjes. En ja, ook om Joef. Want die heeft ook even aandacht nodig. Nou, daar zitten we dan. Wij zijn straks nog heel even naar een verjaardag geweest. We waren de enige en we zijn natuurlijk op coronaproefafstand gebleven. En we waren natuurlijk maar met twee volwassenen op bezoek. Ja, ja, want de kinderen tellen niet mee, hè. En Jordi die heeft daar lekker gespeeld. En Liam die heeft ook lekker geraffeld daar. Dus ja, prima toch. Allemaal een elleboogje gegeven. Ja, elleboogjes. En is verder gezellig, toch? Want de peettante van Jordi was jarig. En daar kun je niet overslaan, vinden wij. Dus. Maar goed. Over straks. Dan ga ik even aan jou vragen of je hem vast wil houden. Vanochtend zijn wij op afspraak gegaan bij het Radboud. Met de professor. Bij de professor en de medisch verpleegkundige. En daar hebben ze gekeken hoe dat de wond voelde. In ieder geval die vorig jaar geopereerd is. En dat voelde eigenlijk allemaal prima, toch? Ja, alleen we hadden een antibiotica gehad die tegen een bepaalde darminfectie was. Enterocolitis. Ja, en nou heeft hij een antibiotica die tegen de ontsteking is. Ja, dus dat hebben ze veranderd. Ze hebben hem ook getoucheerd van binnen. Om te kijken hoe dat hij daarop verder reageerde. En hij poepte eigenlijk gelijk zijn darm leeg. Mm-hmm. Dus de botox werkt gewoon nog wel. Daar zijn ze wel allemaal over eens. Wij ook. Wij zijn het daar ook over eens. Alleen, hij houdt het op de een of andere manier toch met andere spieren op. Mm-hmm. En wat we... Ja, omdat het toucheren werkte. Ja. Hebben we nou dit... hulpmiddel gekregen. Het ziet eruit als een... Pen. Ja, ik wou iets anders zeggen. Maar oké, prima. Ja, een kleine, dunne, weet ik veel. Wow, ja, hoe wil je het noemen? In ieder geval, het is van staal. En... Dat is 12 millimeter. Ja,
12 mm. Aangezien wij niet met onze eigen vingers daarin willen gaan zitten porren en Jordi dat lastig willen maken, hebben we gewoon zoiets van, hè, weet je wat, ik weet niet of dat zo goed is. Bovendien, ze zeiden in eerste instantie, ja, ga maar spoelen. En daar stonden we ook niet helemaal achter, hè? Nee, want zijn poep is eigenlijk dun genoeg. Ja. En het geeft Jordi zo'n impact om iedere keer te spoelen. Ja. Dus wij hadden zoiets van, ja, spoelen wordt hem niet, want hij poept nou in principe toch zelf. En we willen het ook wel gestimuleerd blijven hebben. Mm-hmm. Dus toen hebben ze gezegd, nou, dan gaan jullie dit gebruiken. Dit moet je ongeveer 2 tot 3 centimeter erin doen met een olie. Nee, Joef, dit is niet voor jou. Dit heeft nog niet overigens ergens in een kont gezeten, hoor. Dus dit is gewoon helemaal schoon nog. Jullie zien ondertussen Joef, die denkt bij de eigen speeltje. Maar ja, in ieder geval, dit moet dan 2 tot 3 centimeter erin. En dan... Ja, door het toucheren, dan gaat hij kracht zetten, waardoor hij poept. Ja, en dat is eigenlijk de bedoeling wat we nu gaan doen. De professor zei van, in principe is dit ook gewoon wel een ding wat gewoon mag. Jullie weten precies wat jullie wel en wat jullie niet mogen doen. Dus ja, dit gaan we nou proberen. Mm-hmm. En als het werkt, dan hebben we heel veel geluk. Dus ja, dit is eigenlijk een beetje wat nu is. We moeten eigenlijk afwachten dat die antibiotica een beetje werkt. Die moeten we 7 dagen gebruiken. En dan hopelijk gaat het goed. En dan zijn we zo weer terug. Ja, dus nou ja, dat was eigenlijk een beetje wat we wilden vertellen. Hij heeft nog wel steeds buikpijn, maar we zijn ermee bezig. We kunnen niet meer doen als dit. Deze ups en down ook afsluiten. Want ik ga hem editen en ik hoop dat ik hem morgen online kan zetten. Ja, wel trusten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.